Oh, staan zitten. Ah, mijn ballen. Goed zo. Oké, okay, stop. Ah, mijn god. Andere hand. Ja, ah! Motherfuckers. Ja, nu ben ik klaar mee. We staan hier op het allermooiste stukje van heel Friesland. Dit is mijn vakantiepark. En hier ben ik de helft van de week. Maar goed, nu kom ik uit een boerendorpje. Ja. Kortenhoef. Short Horse Feet, SO naar jullie. Nu vroeg ik me af, ben jij net als ik ook een beetje boers? Met andere woorden, ben jij geïntegreerd in Friesland? Ja. Ik moet heerlijk zeggen, ik heb geen idee, Bram. Maar dat is wat we vandaag dus gaan testen. We zijn dus blijkbaar heel nieuwsgierig. Kan ik een beetje mee met de boeren? Nou ja, laten we testen, Bram. Ja, niet de boeren, dat klinkt best wel negatief. Hoe noem je ze dan? Plattelandslui. Plattelandslui. Hey, welkom. Dankjewel. Bij onze klompenmakerij. Nou, het zal je verbazen, maar hier in de buurt wordt er nog altijd heel veel klompen gelopen. En vandaag laat ik jullie even zien hoe we ze maken. Het is wel de bedoeling natuurlijk dat je aan het eind van de ochtend met een paar klompen wegloopt. Nee, ik ben heel benieuwd, man. Neem ons mee in de wereld. Ja, dan laten we die kant op gaan. Top. Er worden hier serieus veel klompen gemaakt op een dag. Hoeveel gaan we erheen? Ja, in een week ongeveer 300 paar maken we. Het is wel leuk hoe je ook ziet dat de klompen ook steeds meer in de mode raken. Ik kijk even naar Bram's schoenen. Ja, Erik, ik zeg altijd, je krijgt het boerendorp nooit uit de boerenland. Laten we gaan kijken hoe je ze maakt. Ja. En of wij ze ook zelf kunnen maken. Ja, maar als we ze gaan maken, vind ik ook dat we ze aan moeten. Ja, natuurlijk. Anders gaan we eerst even naar de winkel en dan trekken we jullie even een paar klompen aan en dan komen we weer en dan laat ik het even zien. Ja, het zijn wel hele fancy klompen. Ik denk dat als jij hier nu door het dorp gaat lopen, denkt iedereen, oh, zo'n rijke luiskind. Eerlijk, dat loopt best lekker eigenlijk. Ik zei het. Hoe dan? Nou, we zijn hier nu in de klompenmakerij. Je ziet dus daar het hout liggen. Ja. Dat zijn wilgenbomen. En dan vervolgens zagen we daar weer zulke blokjes uit. En dit is gewoon een klomp? Dit wordt een klomp. Dit wordt een klomp. Ja, dus die gaan in de machinestraat. Ja? En dan gaan we een paar klompen maken. Lachen! Ik zal hem even aanzetten. Dan is het eigenlijk... Ja, moet ik hem even kijken hoor. Dan moeten we deze moeten we natuurlijk even afstellen. Ja, even recht hè. Ja, nee Bram, doe jij maar niks hoor. Prima. Dan gaan we deze een beetje afstellen natuurlijk. Want het gaat tegenwoordig natuurlijk allemaal automatisch. Zie? Ja. Zo. Moet niet blazen. Dat is dom. Jezus. En die dingen kun je weggooien. Ja, ik heb het nu wel echt verneukt. Daar breekt mijn klomp van. Oh, pas op, pas op. Ah, dat is niet onaardig. Sorry? Niet onaardig. Nee. Dat is zeg maar wel verneukt, maar niet totaal verneukt. Allereerst hebben we hier een automatische schuurmachine. Daar gaan ze eerst doorheen. Ja. En dan is het de zaak dat jullie de puntjes, achterkant en de binnenkant gaan schuren. Ja, leuk. Dat doen we met deze machines. Oh, dit. Ja. We hebben het zo erg verneukt. Oh, dit doet wel pijn. Helaas. Nou, conclusie. Wij zijn hele slechte klompmakers. Ja, maar toevallig heb ik ook nog wat anders in petto. Oh. Dus laten we maar die kant op gaan. En deze dingen, die komen vast voor pas. Ben ik klaar voor? We staan hier namelijk op een manege. En weet je wat Friese hebben? Paarden. Friese paarden. Dat zijn gewoon die tering grote paarden. En daar gaan wij op rijden. Jij gaat daar op rijden. Wij gaan daar op rijden. Ik ga hier niet op zitten. Jawel. Het spijt me echt heel erg. Jawel Martijn, je moet eventjes één worden met het paard. Zo niet dat ik bang ben
voor dit is prima. Maar ze moeten me niet te lang aan blijven kijken. Als klein jongetje is er een klasgenootje van mij van zijn fietsje getrapt. Helemaal aangebroken, huilen. En dat heb ik gezien en dat is blijven hangen. Dus ben ik een paard zie, dan... Ja, hier, dat vind ik dus eigenlijk ik wil dat, ja. Dus ik... ik loop ervoor bij een psycholoog. Verder is er niks aan de hand. Moedig van je als je er zo opstapt. Zie je? Eventje moedig, Martijn. Ja, ik heb nog helemaal niks toegezegd, hè. Dan zullen we nog even een beetje schoonmaken, want het lijkt wat mooier, hè, als het even gepoetst is. Kom maar. Zijn manen, Martijn. Nee. Zijn manen? Ja. Paarden hebben gewoon haar, hoor. Nee, het zijn manen. Dit is geen match. Poets, 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 poets. Nou, oké, prima. Bram, hoe kun je daar zo relaxed achter staan? Ja joh, dat is toch niks aan de hand. Geef me een goede tik dan. Absoluut niet. Dit is compleet veilig. Hij gaat nu niet ineens heel gek doen. Kijk, en kijk even, want Martijn die gaat nu met het trappetje. Ik heb dat niet nodig. Gewoon erop springen? Ik zou erop stappen. Oh, oh mijn god. Yes, ja, dit vind ik niet eng. Oh. Ik weet, als ik hem nu zo twee dingetjes geef, dan is hij weg, hè? Ja, dat klopt. Hij kan niet verder als daar. Nu, dan gaat hij rennen, bedoel je? Ja. Oh nee, dat gaan we dus niet doen. Oh, 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 rustig. Maar ik hoop wel dat hij begrijpt dat we niet harder gaan dan stappen. Ik heb hem onder controle. Oh, toch niet. Dat is best leuk. Hot. Ik zou het niet... Oh. Rustig, je duikels naar je toe trekken. Verder. Ja? Verder, ja? Verder. Oh, good boy. Hartstikke goed doe jij het, hè? We zijn echt een team, hè? We zijn echt een team, hè? Ja, hè? Kijk, Martijn had dus een trapje nodig. Omdat het een klein jongetje is, Martijn. Maar echte mannen die stappen gewoon in één keer op het paard. Hey Bram. Hey Martijn. Je ziet een beetje bleekjes. Vind je het eng of zo? Ik heb helemaal niet, Martijn. Ja, ik weet niet. Omdat we je letterlijk uit de wc moesten halen. Dat was een ik heb allemaal stomme dingen te vertellen, gewoon dat jij minder verlost. Hey Bram, ik ga wel voor. Bram, ik ga wel voor. Bram, optieven. Nee, ik vind de achterkant toch niet veel, dat weet je. Ah, goed, zo. Oh nee, Bram, oh, je bent zo'n... Je bent zo'n natnek. Je bent zo'n natnek. Natuurlijk ken je dit. Goed, zo. Oh, 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 oké. Oké, stop, 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 stop. Oké. Leuk gelijk. Houd het zadel maar vast met je handen. Ga staan in het zadel. En zitten. Staan, zitten. Staan, zitten. Ja? Staan, zitten. Oeh, staan, zitten, staan, zitten. Staan, zitten, staan, zitten. Aan mijn ballen. Dit is echt niet relaxed. Dit is echt niet chill. Bram, heb jij niks beneden daar zitten of zo? Het doet gewoon pijn. Op die Bram. Hier maakt mijn paard helemaal nerveus. Zo, kan je al zonder dat iemand ernaast loopt, Martijn? Grap, ik heb net gedrapeerd, of wat noem je dat? Noemen we het gedrapeerd? Gedrapeerd? Noemen we dat? Galopeerd? Draven. Het is draven. Galopperen is echt heel hard. Ik wil één ding zeggen, Bram. Ja? Dit ging al wel wat beter dan klompen maken. Dat is waar. Wat vond je dit? Minder eng dan ik had gedacht. Ja? Maar ik hou gewoon niet van die achterkant, maar dat is wel duidelijk. Ja. Nu denk ik dat we er nog niet helemaal zijn. Dat dacht ik al, ja. Op het plattelandsleven. Dit is het begin. Ja, ik zit jij er lekker hebt nog in. Een talent. Je wil nog meer show van. Precies. Ik kan ook. Ja, inderdaad. Bram, jij komt van het platteland. Jij wil zeggen, ze lopen er zo bij. Absoluut. Maar ben je even ook een stereotype lul ook, hè? Ja, dat kan eigenlijk niet, hè? Anno 2021. Ja, eigenlijk niet, nee. Ik vond dat het carnaval gaan vieren. Maar goed, vertel. We gaan koeien melken. Dat dacht ik al. Ja. Koeien kunnen niet gemolken worden, dus we zijn even tijd opvullen. Ja. We gaan namelijk... We gaan even een bak vol zaagsel pakken. Een bak vol zaagsel pakken. En dan gaan we zien. Gaat Bram zich daar... Oh, yo! Hier, Bram. Doorwerken, kut. Dat is genoeg. Hoeveel? Nog een paar? Zeker? Kom, Bram, door. Gozer. Bram, dit is het al beste van de koeien. Ik ga even mijn klomp uit. Je gaat, loopt niet van weg. Mijn sokken zijn zeiknat. Oké, nou, let's go. Wij pakken dit wel door, hoor, Bram. Ja, top.
Nou, volgens mij zijn we jou een nieuw spiegeltje schuldig. Nou, het valt mee. Valt hij mee? Hij is flexibel. Maar, oh, Bram, je bent er weer. Eerlijk grap. Wat? Er is één ding zeker, je kan dit ding beter besturen dan een paard. Ja, maar dat was ook niet zo moeilijk. Heel goed. Oké, weer werken jongens. Kom op, binnen lullen, meer werken. Kom op. We zijn jullie een beetje aan het opmaken, ondankbare koeien. Oh, lekker ouwe. Die mogen wij zo gaan melden. Doe rustig. Pak hem. Doe rustig. Komt er nog even. Allemaal. Even allemaal diep ademhalen. Het is het niet waard. Het is het niet waard, jongens. Gaan we jou even lekker melken, jongen? Of meisje? Nou, dat, we gaan ze daar vandaan halen en we gaan ze opsluiten. Oké. Okay. Oké, dames. Zo, deze kant op. Die hebben er zin in. Hoppa. Dus dit gaat zo op zo'n uitje. Dat gaat zo. Nee. Hebben ze maar vier uiers? Of we pakken maar vier uiers? Een koe heeft maar één uier, Martijn. Of tuutje. Tuutje, ja. Inderdaad. Oké. Okay. Laat de dames maar laat binnen. Laat de dames maar binnen. Maar die gaan hier toch ook pakken? Mevrouw, ik ga even achter u langs, even uw tepel schoonmaken. Echt, als dit ding... Ik zie het gaan gebeuren. Oh, ik moet er even bij. Optieven. Het voelt heel intiem, dit. Oh, zie je? Hé, normaal doen we deze er geen zin in. Oh, mijn god. Andere hand. Ja. Ja, gewoon. Ja, trouwens, hij trapt. Hoppa! Oh, la 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 la. Oh, er komt dan melk uit, kan dat? Ja, dat kan. Ik heb een koe gemolken, mag ik naar huis? Ah! Motherfuckers! En nu ben ik klaar, man. Bram, je kakkerman. Ja. Kijk. Oh, je pakt er 2-1. Hé, hey, dat is bijzonder. Ja. Nou, bijna goed. Bijna. Ga erin, tepel. Ga erin, tepel. Hey, die zit. Lekker. Zit onder de melk, kak, pis. Lekker man. Echt een topdag, hè? Zo lief dat je het verwerkt gekregen, Bram. Graag gedaan. Deze is wel moeilijk, hè? Ja, dat is niet moeilijk. Hé! Hey. Ah, kunnen we opnieuw beginnen? Oké, ik ben er klaar mee. Ja. Hoe vond je dit? Het is gewoon echt niet mijn ding. Nee, dat heb ik ook wel. Ja, ik ben dan toch wel, denk ik, helemaal verstadst. En ik denk niet dat ik geïntegreerd ben in het Friese boerenleven. Maar wat niet is, kan nog komen. Maar ik schat de kans klein. En dat is te zien op het YouTube-kanaal van het Wilde Pad. Dat klopt, ja. Ja, nee, we gaan ons avontuur gaan wij vastleggen. Dus mocht jullie geïnteresseerd zijn, dan kun je het YouTube-kanaal van het Wilde Pad volgen. Komt ergens hier in beeld. Ja. Ja. En mij volgen op Instagram, dat is @bouwenbossel. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week. Later.